Het is februari, buiten schijnt de zon. We voelen een beetje de lente aankomen, maar het is nog winter, februari. En burgemeester Henri Lemfrink zit in de studio. Fijn dat u er bent. We ruiken ook een beetje de coronavrijheid. Daar wil ik het zo meteen met u over hebben. Heel even beginnen met een tweetal berovingen in de Tuinstadwijk in Leiden, twee weken geleden. De politie gaat ervan uit dat het eigenlijk dezelfde daders zijn. Moeten we ons zorgen maken? Ik weet niet of je dat zo moet zeggen. Het is altijd heel erg als zoiets dergelijks gebeurt. En het gebeurt gedurende het jaar en gedurende de jaren eigenlijk overal wel eens. En dat is het enige wat ik erover kan zeggen. Het onderzoek zelf loopt nog. En dat, dat is eigenlijk aanleiding dat ik er verder ook geen mededelingen over kan doen. Ik weet wel dat het de mensen die daarbij betrokken zijn, daar heeft het altijd een enorme impact op. En dat begrijp ik heel goed. Ja, het gaat dan, de politie spreekt niet voor niets natuurlijk over een vermoeden van dezelfde daders. Wordt er dan ook extra gesurveilleerd bijvoorbeeld om in die omgeving, en in dit geval de Tuinstadwijk, ook op het Utrechtse Jaagpad wordt er vermoed dat deze daders actief zijn geweest? Ja, dat durf ik eerlijk gezegd niet zo te zeggen. Over het algemeen heeft dat niet zo heel veel zin, omdat het nou eenmaal niet zo gewoon is dat mensen ook weer heel regelmatig op de plek terugkomen waar dat zich heeft afgespeeld. Mm. Dus dat heeft denk ik ook niet zo heel veel zin om dat te doen. Maar het is een impactvol gebeurtenis en daar zoeken we goed naar. Ja, de politie doet haar werk, laten we het zo zeggen. Zo is dat. Ik wil met u naar corona gaan, want ik hoor in mijn omgeving steeds vaker de vraag, wat is nou eigenlijk nog het doel van de coronaregels waar we ons nu aan moeten houden? Heeft u daar een antwoord op? Ja, eigenlijk is het belangrijkste dat wij een paar dingen constateren in de samenleving. Ten eerste, we waren heel bang voor die Omicron variant. Die veel besmettelijker is dan de vorige. Dat zien we ook in de besmettingsaantallen. De aantallen die gaan sky high, maar tegelijkertijd zien we dat die ook iets minder ziekmakend is. En dat het feit dat zoveel mensen gevaccineerd zijn en ook heel veel mensen inmiddels al een booster hebben gehad, dat ook helpt tegen dat er heel veel mensen in het ziekenhuis terechtkomen. Ja, dus nu ongeveer de helft van hoeveel mensen er in december in het ziekenhuis lagen. Ja, dus dat is op zich gunstig. Toch zien we die cijfers al een beetje oplopen. Dus het percentage mensen dat heel ziek wordt en naar het ziekenhuis moet van alle besmettingen is een stuk kleiner dan bij de Delta variant. Maar is dat dan nu het doel dat het nog steeds die besmettingscijfers of die ziekenhuisopnames dat die laag blijven? Of wat is nou het doel van de regels? Nou, laat me even uitspreken. Ja. Dus het percentage is veel lager, maar wanneer je heel erg veel besmettingen hebt, kan dat toch in absolute aantallen nog wel om behoorlijke aantallen gaan. Dus dat speelt nog steeds een rol. Misschien niet meer de enige dominante, maar speelt nog wel een rol. Want er is nog een tweede. Dat is dat je ziet dat allerlei diensten het moeilijk krijgen om nog de roosters rond te krijgen. Gewoon omdat er te veel mensen besmet zijn of in quarantaine moeten. Maar dat zijn ook mensen die in quarantaine moeten, ondanks ze zijn niet ziek. Ze hebben misschien lichte verkoudheidsklachten, maar ze zijn positief getest. Ja. Dus daarmee zegt u ook dat het gevolg van de maatregelen op dit moment ook zorgt voor speelt voor ook roosters. Mee. Speelt ook mee. Maar het totaal is toch op gericht om de schade zoveel mogelijk te beperken. En wij voelen allemaal wel dat dat we richting uitgang gaan, als we het zo mogen zeggen. Het is aan de andere kant misschien ook nog net iets te vroeg om alles te laten vieren. En daar zitten we op die afweging. Maar goed, het is eigenlijk elke keer net te vroeg. En als het wel gedaan werd, dan bleek nou vorig jaar in juli dat het te veel was. Nou, toen is het geprobeerd. Maar het doel van die maatregelen blijft toch de vraag. De ziekenhuiscijfers lopen licht op, maar onderwijl is bijna de hele samenleving langzaam aan het opengaan. En de maatregelen die er zijn, die worden ook niet door iedereen nageleefd, durf ik zeker te zeggen. Is het dan nog proportioneel? Is het nog crisistijd? Misschien is dat de goede vraag. Nou, bij al die maatregelen is er altijd vanuit gegaan dat niet iedereen het naleeft. Soms bewust, soms onbewust. Het gaat erom dat je het collectieve effect bereikt en niet dat je van elke individu kunt voorkomen dat er iets gebeurt, want dat is niet zo. Dus dat is de collectiviteit waar we mee zitten. En we proberen een beetje te sturen, en dat is natuurlijk primair de taak van het kabinet,
om te kijken of de ontwikkelingen zoals die zich in de samenleving voordoen, of die een beetje in overeenstemming zijn met de voorspellingen. Men voorspelt op grond van de cijfers die men heeft en de ervaringen in het buitenland hoe dat de komende weken gaat. En wij weten dat, wij wisten ook dat het aantal besmettingen enorm veel hoger ging worden. Wij wisten ook dat het aantal ziekenhuisopnames weer ging stijgen. En dat het aantal IC-opnames waarschijnlijk gingen stijgen. De trends die zijn te voorspellen. Die waren te voorspellen, maar de zaak is nu dat we onder die voorspelling blijven, want dan gaat het goed. Want met de laatste versoepelingen heeft het kabinet best een zeker risico genomen. Gaat dat ook wel zoals we dat voorspellen? We zitten nu 2 weken na die versoepelingen. En op zich is de samenleving, gaat het nog best goed. Ja, maar de cijfers van het ziekenhuis lopen over het algemeen 14 dagen achter bij de actuele besmettingscijfers. Dus dat kunnen we eigenlijk pas vanaf de komende week zo'n beetje zien. En als dat goed blijft gaan, dan heb ik goede hoop dat wij binnenkort te horen krijgen dat er weer wat maatregelen afgaan. En daar zou ik denk ik wel blij mee zijn, net zoals heel veel mensen. Ja. U heeft eerder gezegd, bijvoorbeeld de mondkapjes, nou, is dat nou wel, moeten we dat doen? Ook alweer een keer klaar. We voeren dit gesprek al 2 jaar. Hè. Dat weet ik ook. U heeft ook gezegd, ik werk graag samen als het crisistijd is. En daarna moeten we ook weer op lokaal niveau maatregelen nemen. Is er nog sprake van die crisis? Of neemt u liever lokaal maatregelen? Nou, we werken samen in Nederland. Dat is ook belangrijk. Omdat je niet de grote verschillen tussen de gemeenten moet laten ontstaan. Zo doen we dat ook in de veiligheidsregio. Mm-hmm. Dat is denk ik heel goed. Want je hebt steun aan elkaar. Je kunt van elkaars ervaringen leren en dat willen we nog wel even volhouden. Zoals ik net al zei, ik heb de indruk dat wij onze richting uitgang aan het begeven zijn. En dat is denk ik heel fijn. Ja. Uw collega's in het zuiden van het land die proberen carnaval zo goed als het, en zo kwaad als het gaat mogelijk te maken. En nu zelfs oproepen van, nou laten we met z'n allen dat feest gaan vieren waar het kan. In Leiden nemen de protesten ook toe. De nachtclubs die protesteerden afgelopen weekend ook weer. U hebt eerder ook daar ingegrepen bij die protesten. Voor aankomend weekend staat een heropening gepland van de nachtclubs in Leiden. Hoe kijkt u naar die actie? Nou ja, heropening kan alleen maar als de landelijke regels dat mogelijk maken. Er zijn best discussies over landelijk, dat weet ik. Ook contact met het kabinet over. Maar wanneer dat niet gebeurt, ja, dan zullen we ook moeten handhaven. Ja, voor zaterdag staat die heropening gepland. U heeft ook gesprekken gehad met die clubs. Wat heeft u tegen ze gezegd? Ik heb ook gezegd dat wat niet mag, mag niet. En mag niet, ook niet als je het zomaar doet. Nee, en wat betekent dat dan in de praktijk? Want ze hebben ook al gezegd, ja, het mag niet, dat weten. Ja, nou, dat moeten we zien welke maatregelen we precies opleggen. Maar ik verwacht dat dat dan wel een dwangsom wordt. Ja, u hebt bij de Gebroeders de Nobel ook eerder bij de vorige protesten een last om de dwangsom opgelegd. Eigenlijk een waarschuwing met een financieel prijskaartje. Wordt die dan verbeurd als zaterdag zij opengaan? Dat zou heel goed kunnen, maar het zou ook kunnen zijn dat je daarbovenop nog een preventieve dwangsom van een hogere omvang neerlegt. Mm-hmm. De dwangsom die u de vorige keer heeft opgelegd was om te voorkomen dat op dat moment de overtreding nog verder zou gaan. Heeft die ook een verder strekkende gevolg voor de komend weekend? Hoe lang duurt zo'n dwangsom? Ja, die is in ieder geval een herhaling zou tot verbeuring leiden. Ja. En dat betekent dus als zaterdag de Gebroeders de Nobel open gaat dat er €4.900 betaald zou moeten worden? Dan verbeuren ze inderdaad de dwangsom. En of we daarnaast nog iets gaan doen, dat moeten we de komende tijd nog bekijken. Maar we zijn landelijk ook in gesprek met het kabinet hierover. Maar belangrijk is dat natuurlijk mensen niet zomaar eigen regels gaan stellen. Dat gaat gewoon niet. Nee, u moet echt optreden als handhaver. Vindt u dat ook lastig? Dat is hartstikke lastig, want ik heb heel erg te doen met de mensen die in deze situatie zitten. Ik snap heel goed dat wij zeggen van ja, we hebben hier prachtige panden en daar kunnen we de hele tijd niks mee. Ik snap heel goed dat mensen die bandjes hebben en dergelijke al heel lang eigenlijk een beetje zitten duimen te draaien en weinig kunnen. Terwijl ze dat heel graag willen. En ik snap heel goed dat jongeren snakken naar weer een goed feest en naar leuke optredens. Dat begrijp ik heel erg, want iedereen is het alleen maar achter de pc zitten, meer dan zat. Dat geldt ook voor mij. Ja. En het gevolg van een actie van aankomend weekend zou dan zijn dat zo'n club die het op dit moment lastig heeft, als Gebroeders de Nobel, dan die €5.000 of die €4.900 moet betalen voor een club die het al in zwaar weer zit.
heeft u de mogelijkheid om dat niet te doen? Of zou u dat toch op een geitenpaadje willen zoeken om dat achterwege te laten? Ja, ik bedoel, men kiest er zelf voor. Hè? Dus als je ergens voor kiest, dan moet je ook de consequenties aanvaarden, vind ik. Dus dat is vrij simpel. Als men zou gaan protesteren of iets anders zou gaan doen, een openbaar manifestatie gaan organiseren zoals afgelopen zaterdag, dat is prima te doen. Daar willen we ook goed bij helpen dat het binnen de kaders kan. Maar door gewoon te zeggen, ja, wij trekken ons niks van de regels aan, ja, dat is je eigen risico natuurlijk wat je dan neemt. U bepaalt wel welke maatregel daar, natuurlijk binnen de grenzen van het recht dat u heeft, maar u bepaalt wel welke maatregel u oplegt aan deze. Dus u zou ook mild kunnen zijn. Dat is waar, maar tegelijkertijd staat, het is wel willens en wetens wat gebeurt. En iemand die willens en wetens een regel overtreedt, die neemt ook willens en wetens het risico. En dat vind ik echt wel een groot verschil. Ja. U hebt zich ook wel eens laten zien als een burgemeester die zijn nek uitsteekt. Een bekend voorbeeld is toen Benno L. ergens een plek moest krijgen in Nederland. Dat was natuurlijk binnen alle regels. U hebt vaker wel uw nek uitstoken, vluchtelingen, welkom. Zou u nu ook niet uw nek moeten uitsteken en zeggen, ja, ik merk gewoon in mijn stad dat het niet meer haalbaar is? Ja, maar dat doen we dan in de discussie landelijk. Dus dat is ook goed, daar hebben we het gesprek voor met het kabinet. Dat staat nog los van de vraag of je wanneer regels gelden, of je die gewoon maar aan je laars lapt, ja of nee. Dat gaat echt niet. Dus ik snap het pleidooi heel goed. En zodra dat mogelijk is, ik denk ook dat we die kant op moeten. Dat we dan meer ruimte moeten gaan creëren voor allerlei initiatieven die al zo lang hebben stilgelegen. Maar daar zijn nog wel een paar elementen die je in dat kader naar voren kunt schuiven. Dus dat is ook goed om dat dan in totaliteit te bezien. Ja. Maar daarvoor geldt nog weer datgene wat we straks hebben gehad. Kun je nu alles vrijgeven of kan dat niet? Vindt u te vroeg. En welke maatregelen moet je dan daar tegenover zetten? En hoe moet je dat dan organiseren? Ja, dat zijn dan de vragen die je op landelijk niveau moet doen. Die kun je echt niet zomaar één bij één actie hier gaan beoordelen. Nee, want voor de goede orde, daar gaan we nu niet op in. Maar u heeft ook een brief gekregen bijvoorbeeld van de studenten. Van mogen eigenlijk onze verenigingsgebouwen weer open. Want ook onze studenten hebben het zo zwaar. Dus daar doet u ook denk ik onder meer op. Exact, het zit veel breder. Overigens mogen studentenverenigingen natuurlijk nu weer tot 10 uur open. Ja, maar s'avonds. Niet in de nacht. Dus dat gebeurt, maar niet s'avonds laat. En daar geldt eigenlijk precies hetzelfde voor. Dus ik kan daar wat dat betreft nog wel veel meer voorbeelden geven. Ook een gewoon café dat om 10 uur dicht moet. Ja, normaal zijn de uren daarna ook de uren waarin goed verdiend wordt. En zo kan ik denk ik nog wel even doorgaan. Ja. Je kunt gewoon niet alles in één keer doen. En dat is het probleem waar we mee zitten. En je kunt eigen richting kun je eigenlijk niet toestaan. Ja. Nu staat er achter de keuzes die er gemaakt zijn landelijk die u bespreekt in het veiligheidsbeleid. De volgorde staat u nu wel achter. Ja, we hebben de vorige keer heel nadrukkelijk met het kabinet gezegd van joh, geef nou ruimte aan die horeca. Ja. Geef ruimte aan evenementen. Geef ruimte aan sport. Vinden we heel belangrijk dat dat gebeurd is. Daar heeft het kabinet gehoor aan gegeven. Heeft daarin ook een zeker risico genomen. We wisten nog niet hoe het ging. Belangrijk om dat te constateren. En wij hebben ook tegen hen gezegd, dan zullen wij ook in de komende tijd ook serieus die handhaving te hand blijven nemen. Want dat is belangrijk om dit overeind te houden, dit pakket. Ja. Nou, en daar gaat het eigenlijk om. Dus ik hoor het geluid heel goed. Maar men moet zich realiseren dat wanneer je zelf de regels overtreedt, ja, dan loop je ook risico's. En dat risico moet je dan ook aanvaarden. In voorbereiding op dit gesprek kwam ik weer die dwangsommen tegen, waar we het net ook over hebben gehad. En het leek mij ook een moment om heel even van u te horen wat nou zo interessant is in dit middel. De laatste tijd bent u er vaak meer in de media gekomen. Het is niet nieuw, in 2013, 14, 15 gebeurde het ook al wel. Was dat misschien meer achter de schermen? Nu is er ook veel aandacht voor door de coronacrisis. U gebruikt het regelmatig, of het nou gaat om een sportschool die gesloten moest worden, bij vuurwerken, overtreders, in de avondklokrellen was dat ook een duidelijk voorbeeld. Waarom grijpt u snel naar dit middel? Wat is daar interessant aan? En misschien kunt u ook zeggen, hoe werkt het voor mensen die horen vaak dwangsommen? Ja, eigenlijk is het vrij simpel. Als iemand zich misdraagt en ik wil voorkomen dat dat nog een keer gebeurt, dan krijgt zo iemand zo'n dwangsom opgelegd. Dat is eigenlijk een brief, een soort laatste waarschuwing. Als je nog een keer doet, dan verbeur je dit bedrag. Ja, en dat kunnen een soort voorwaardelijke boete eerst eigenlijk. Ja, het is, een fors bedrag. Ja, en dat kan oplopen tot duizenden, soms tienduizenden euro's. Het kan tot duizenden euro's gaan, ja. Kijk, en soms heeft dat betrekking op bijvoorbeeld het gebruik van een pand dat gestaakt moet worden of dat anders moet.
Maar het kan ook betrekking hebben, bijvoorbeeld jongeren die zich misdragen in de openbare ruimte. Die dan zo'n dwangsom krijgen van als je je opnieuw gaat misdragen en we pakken je, dan verbeur je dit. Ja. En over het algemeen werkt dat goed. En daarom gebruik ik het ook graag. Omdat heel veel andere instrumenten waarover we beschikken zijn veel bewerkelijker. En geven niet een beter resultaat. Dus dat is de reden dat we dat nog gebruiken. En de afgelopen oud en nieuw hebben we het veel ingezet. Ook om mensen die vuurwerk afstaken terwijl dat niet mocht. En vuurwerk dat vervolgens collectiviteit ook nog eens tot overlast leidde. Dan hebben die groepen een last onder dwangsom gekregen. En dat werkt. Hoe lang duurt zo'n... Kijk, stel je voor, ik heb in deze oud en nieuw een vuurpijl afgestoken. En ik heb zo'n brief van u gekregen. Hoe lang ligt deze druk dan op mijn schouders? Nou, over het algemeen wordt dat aangegeven. Dus er wordt een periode aangegeven waarin dat geldt. Een enkele keer, zoals bijvoorbeeld bij coronamaatregelen, is het vaak voor de duur waarop die maatregelen van kracht zijn. Dus zo moet je dat eigenlijk zien. Zoals bij Boersenobel waar we het net over hadden, ja, dan is dat tot het einde van deze maatregel. Ja, en het kan zijn dat ik op een gegeven moment zeg, ik hef hem op. Ja. En betekent dat in het concrete geval van de vuurwerkovertreders, zijn die volgende vuurwerkvrije jaarwisseling weer bij u? Er zijn er al een aantal verbeurd, dus die het ondanks dat geheel toch deden. Dus dat zijn we nu aan het kijken. Blijft dat meer dan een jaar geldig of is het alleen voor deze jaarwisseling, deze last onder dwangsom? Deze kan langer, die kan langer gelden, ja. Dus dan zijn mensen voor meerdere jaren gewaarschuwd misschien zelfs wel. Nou, het gaat niet zo om meerdere jaren. Over het algemeen duurt het niet veel langer dan een jaar. Nee, dus net misschien tot de volgende jaarwisseling. Er is ook wel kritiek op het middel, omdat u besluit eigenlijk als gemeente, zonder toetsing van een rechter vooraf, dat kan achteraf natuurlijk altijd aangevochten worden, dat er een boete betaald moet worden. U legt dat op. Bijvoorbeeld in het geval van inbrekers die op straat, om dat tegen te gaan, wordt het in Leiden op die manier ook gebruikt om criminaliteit, echt strafrecht, een beetje tegen te gaan. Mensen die met inbrekerswerktuig bijvoorbeeld over straat lopen. Nou, weinig moet ik eerlijk zeggen. Dat kan wel. Het is overigens ook niet zo dat de burgemeester dat zomaar kan doen of doet. Het is ook om een gedrag te voorkomen. Het is ook geen straf, maar het is te voorkomen dat iets weer gebeurt of dat iets in de oude toestand hersteld wordt. Maar dus toch, het is een bestuurlijk instrument. Ja, dus het is geen straf, maar als ik 5000 euro zou moeten betalen, zou het toch behoorlijk als een straf voelen. Jawel, maar je hebt van tevoren het signaal gekregen, als je dat nog een keer doet, dan. Ja. Dus dat is ook de reden dat het niet direct een sanctie is in de zin van straf. Dat is ook niet de bedoeling. De bedoeling is om herhaling te voorkomen of om een eind te maken aan de illegale toestand. Dus het is een herstelsanctie, zoals dat heet. En ja, dat is eigenlijk de kern. Dus je hoeft het niet te verbeuren. Je hoeft het niet kwijt te zijn. Het is je eigen keus. Ja, maar dat is bij te hard rijden ook bijvoorbeeld. Ik weet dat als ik te hard rijd en ik word geflitst, moet ik geld betalen. Dat is zo. Want is het wel vergelijkbaar met een boete, toch? U zegt het is eigenlijk geen boete, maar een waarschuwing. Maar dat is het ene is echt straf. Dus dat de samenleving zegt, dit is een straf. En de andere is echt om te voorkomen dat je het nog een keer doet. En het gaat om heel specifieke maatregelen. Ja. Dit zijn geen generieke regels. Nee. Het gaat om een specifieke situatie die zich dan voordoet. En daar zit het verschil in. Ja, bent u het meer gaan gebruiken de afgelopen tijd eigenlijk? Of is het gewoon meer in de media gekomen? We zijn er eigenlijk al vele jaren met oud en nieuw mee bezig. En dat werkt eigenlijk wel goed. Er is ook een zogenaamde voetbalwet die voor dit soort dingen kunnen gebruikt worden. Overlast om die tegen te gaan. Je kunt tot bestuurlijke ophouding overgaan. Je kunt jongeren dwingen om zich dan op het politiebureau te verzamelen. Dan mogen ze een hele tijd ergens niet komen. Dat is heel bewerkelijk. Kost ook heel veel energie, ook van de politie. Capaciteit is schaars. En dat is ook de reden dat wij dit instrument gebruiken. Het is minder bewerkelijk en het heeft over het algemeen hetzelfde resultaat. Ja. Dus dat is ook de reden dat we dat doen. En je kunt het vrij breed inzetten. Het wordt zowel gebruikt als mensen bijvoorbeeld een monument hebben en de verkeerde maatregelen... Verkeerde kleur op de gevel hebben. Nou, zou in theorie nog kunnen, maar je kunt ook gewoon andere maatregelen treffen die het karakter van het monument aantasten. Ja. Dat je zegt van dit kan niet, dan krijg je een dwangsom als je niet zelf bereid bent om het te herstellen.
Ja, en dan kan dat best in de papieren lopen, moet ik eerlijk zeggen. En dat is ook een van de redenen dat over het algemeen er wel gehoor aan wordt gegeven. Ja, het is een forse maatregel en mensen horen u daarin ook als ze zo'n brief op de deurmat krijgen. Kan ik me ook voorstellen dat dat impact heeft? Nou ja, we hebben ook de afgelopen jaren diverse keren gezien dat het ook echt serieuze impact heeft. We hebben ook jongeren die zo'n dwangsom hadden waargenomen, die in groepen waren echt... waarvan je kon zien dat die bezig waren met dingen die niet door de beugel konden. Ja. Dat ze gewoon uit de groep stapten als de politie eraan kwam en zei van wij doen niet meer mee, want wij hebben zo'n dwangsom. Ja. En dat is wel heel gevaarlijk. Ja. Dat is gevaarlijk, maar dan zie je ook dat het heilige vuur uit de groep wegvalt. Dus dat het gewoon effect heeft op dit geheel. En daar gaat het natuurlijk om. Ja. Dat is natuurlijk ook de taak van mij, om ervoor te zorgen dat het een beetje onder controle blijft. Een beetje ordentelijk met elkaar samenleven. Ja, je moet op een ordentelijke manier met elkaar samenleven. En dat is ook de reden. Regels zijn er niet voor niets. Kijk, als wij vinden dat het anders moet, dan moet je bij de verkiezingen anders stemmen. Dat kan ook heel goed, die mogelijkheid hebben we. Maar als mensen regels uitvaardigen, dan kun je nog een keertje, als je iets overkomt, in bezwaar gaan of in beroep gaan. Ja. Maar that's it. Ja. En zo zit het systeem in elkaar. Als iedereen zijn eigen dingetje doet, ja, dan dat is de bijl aan de wortel van de rechtsstaat. Dat is niet mogelijk. Ja. Tot slot wil ik nog even kijken, een heel wat luchtig onderwerp misschien, maar als er weer een referendum in Leiden zou komen, dan mogen ook jongeren vanaf 16 jaar al stemmen. Bent u er enthousiast over dat straks door een wijziging in de referendumverordening mogen jongeren, kinderen zeg ik maar, eigenlijk vanaf 16 jaar stemmen straks? Ja, ik vind het leuk. Ja? Ik vind het leuk. Ik denk dat jongeren heel goed in staat zijn om zich een opvatting te vormen over de vraagstukken die op tafel kunnen liggen. En daar is ook niets op tegen dat die opvatting dan op deze manier tot uiting wordt gebracht. Dus daar zou ik wel blij mee zijn als dat goed gebeurt. Ik moet ook even kijken of veel jongeren er ook gebruik van maken van het recht. Als het zich voordoet, doet het zich niet zo vaak voor. Er wordt wel gewerkt achter de schermen aan een referendum, maar dat is nog maar de vraag of dat tot bloei gaat komen, om het zo te zeggen. Ja, ik hoor er ook wel eens wat van. Ja. We vroegen ons de redactie ook even af, ja, mensen tot 18 jaar ben je niet zomaar tekeningsbevoegd. Dus ouders moeten instemmen met wat hun kinderen doen. Zou dat in dit geval ook gelden? Als een referendum komt en ouders en hun kinderen zijn het niet eens dat ouders kunnen zeggen, nou, je mag niet stemmen op deze manier? Nou, dat lijkt mij niet. We kennen in Nederland stemgeheim, dus iemand die moet in zijn eentje de zaak aankruisen. Dus daar zit niemand. Maar gaat dat ook voor minderjarigen? Want ik probeer me dat gewoon even af te vragen. Dat is een vraag uit onkunde. Ja. Maar het lijkt mij dat iemand die in een hokje kruist, die ouders blijven daarvoor verantwoordelijk. Ja, maar het is de vraag of het. Nee, de ouders mogen niet meekijken. Dus het is echt. Dan is het de gewetensvraag van de jongeren zelf. Of die naar zijn ouders wil luisteren, of dat hij zijn eigen keuze wil. Dus je helpt eigenlijk in de opvoeding van de jongeren straks als gemeente? Nou, ik denk de kern is eigenlijk. Het zijn vaak maatschappelijke vragen. Ja. En daarvan is het eigenlijk heel goed dat jongeren. Die ook vaak wel een opvatting over dit soort zaken hebben. Die ook gewoon naar voren kunnen brengen. Ja. Zij nemen ook het besluit niet. Het besluit wordt door de gemeenteraad genomen. Ja. En die kunnen dit soort geluiden meewegen. Ja. En hoe meer mensen ergens voor of tegen zijn, hoe zwaarder dat weegt natuurlijk, dat advies. En dan zie ik eigenlijk niet zo in waarom we de opvatting van jongeren tussen 16 en 18 in dat kader minder gewicht zouden moeten toekennen. Zolang ze het maar goed begrijpen en wel overwogen een keuze maken, dan zijn zij daar niet minder toe in staat dan mensen die ouderen zijn. Over ruim een maand zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Zou het ook goed zijn als 16, 17-jarigen ook bij de gemeenteraadsverkiezingen zouden kunnen stemmen? Nou, die discussie is er wel. Die is tot op heden nog niet zo ver gegaan. Persoonlijk heb ik daar niet zoveel bezwaar tegen. Kijk, je moet wel ergens een grens leggen. En je hebt ook mensen die heel vroeg wijs zijn, waarvan je zegt van, oh, je zou het met 12 ook wel kunnen. Ja. Maar je moet ergens een grens leggen. En ik denk dat 16 op zich wel een reële grens is. Voorlopig is het nog niet zo. 18 jaar is de grens. Is ook iets wat landelijk bepaald wordt. Dat kunnen we lokaal niet bepalen. Uit, Maar dat geldt wel voor de referendumverordening. En die hebben we dan ook zo vastgesteld. Ja, maar op zich, als het zo straks een keer aan bod zou komen. En ik zou u vragen, nou, dan bent u daar wel. U zou wel 16-jarige naar het stemhokje zien gaan tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Ja. Ja, ja. En tot slot dan nog heel eventjes. Ik begreep ook dat er is een oproep om een kinderburgemeester in Leiden aan te stellen. Zou je het leuk vinden om zo'n ambtsgenoot te hebben, een jongere ambtsgenoot? Ik zou zeggen, waarom niet? Als er voldoende animo is om zoiets dergelijks te doen. En er blijft voldoende activiteit omheen georganiseerd worden, dan zou ik dat wel heel erg leuk vinden. Ja.
Als het een eenmalige zaak blijft, dan is dat altijd wat minder. Dan moet het ook wel een beetje structuur houden naar de toekomst toe. Maar er zijn in sommige gemeenten voorbeelden van waarin het echt heel erg leuk werkt. Dus waarom niet? En het zou misschien ook nog wat ontlasten tijdens de voorleesdagen of het knippen van een lintje bij de speeltuin. Ja, wie weet. Wie weet. Goed, volgende maand dan gaat het inderdaad over de gemeenteraadsverkiezingen natuurlijk. Ja. De campagnes zijn begonnen, dan spreek ik u ook weer. Dan kijken we ook misschien wel vooruit en terug op de afgelopen 4 jaar. Dank voor nu tot volgende maand. Dit gesprek kan nog teruggekeken worden de hele week op Sleutelstad TV en kunt u ook vinden via sleutelstad.nl.